We gaan straks de vloer op. We zijn in een zorgcentrum bij mensen met dementie. Wat er bij mij gebeurt zodra ik de neus op heb, ik zie alleen nog maar mogelijkheden. Ik zie kansen. Als clown mag ik allemaal gekke dingen doen. Die ik als normaal mens zouden ze denken, wat doet die vrouw? Maar met de neus op is het, hey, daar is iets mee. Dat is de clown. Als wij binnenkomen is de sfeer meestal rustig. Mensen zitten in hun eigen wereldje, in een kokonnetje. Ze zitten ook, ze kletsen niet met elkaar. Heel erg rustig. Het enige dat ze nog hebben is het hier en nu. Dus ze zitten dag in dag uit in het hier en nu. Zich misschien wel ontzettend te vervelen. We hebben hier twee huiskamers op deze afdeling. En wij zijn naar huiskamer Noord gegaan. En we gaven de mensen wat te drinken. En op dat moment kwamen de kliniekclowns binnen. Toen ging het feest beginnen. Ik hoop dat ze even een heel helder moment krijgen en dat we in contact zijn. Dat je dat echt in hun ogen ook kunt zien van, oh, hé, hey, die persoon is er opeens. Mogen we eruit? Hallo! Ik merkte direct effecten toen de kliniekclowns binnenkwamen. Reacties van mensen die zich verbaasden over een slagroomzoen die op tafel kapotgeslagen werd. Je weet soms niet wat er in het kopje speelt. En toch door een bepaalde manier van reageren of zingen of doen, kom je binnen bij deze mensen. En dat is wat wij natuurlijk ook proberen. Maar door dit was echt, ja, fantastisch. Er waren twee momenten die me raakten. Er waren twee bewoners die allebei in een rolstoel zitten. Waarvan er één toch wel behoorlijk dement is en echt in haar eigen wereldje zit. En op het moment dat er gezongen wordt naast haar en aangeraakt werd, ging ze letterlijk open. Van helemaal in elkaar naar helemaal open. En dat was echt dat ik dacht, wauw, wat is dit gaaf. Dit is echt zo mooi. Ik vind het belangrijk om te spelen voor mensen met dementie, omdat ik denk dat er een gebiedje in hun hersenen is die niet zo heel veel meer gebruikt wordt. En daar passen de clowns goed in.